In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we doorgaan met bouwen aan diversiteit van het woningaanbod. Dat is nodig, want door die diversiteit ontstaat er een goede doorstroming, krijgen we grotere huisketens en komen juist woningen aan de onderkant van de woningmarkt vrij voor mensen met een mindere beurs. Daarom zoeken we ook naar nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld de tiny houses, een knarrenhof, flexwoningen en noem zo maar op. Naast het belangrijke thema wonen hebben we natuurlijk een heel ander belangrijk thema. Dat is namelijk het beheer van de openbare ruimte. Het visitekaartje van de stad waar uw woon- en leefgenot mee samenhangt. We gaan als coalitie, en daar zijn we al mee bezig, 50 miljoen extra investeren in met name de vervangingsopgave van bruggen, van stillocaties, van wegen en noem zo maar op. Ook staat de gemeente Nissewaard voor een goed ondernemersklimaat. We willen ondernemers juist faciliteren, ontzorgen en helpen met vragen die bij hen spelen. Daarom is het van belang dat we in samenwerking met de ondernemers een ondernemersloket gaan realiseren. Ook de koppeling met de arbeidsmarkt en de economie is van belang. We zijn op zoek naar het realiseren van een campus, zowel voor de zorg, maar ook voor de techniek. Als laatste onderwerp staat natuurlijk ook het afvalbeleid centraal. We hebben er als coalitie voor gekozen om het aantal bezoeken wat u als bewoner aan de stadswerf kan afleggen te verhogen van 8 naar 10 keer. En dat zijn gratis bezoeken.